Oké, hallo mensen, welkom terug bij deze nieuwe video. Ik ben weer terug met een nieuwe video. Ik weet dat de vorige keer de episode niet zo lang was. Dat kwam omdat ik al heel snel klaar was met het level. Oké, hij ging er even doorheen praten. Ja, ik probeerde er eigenlijk gewoon bovenuit te komen. Maar ik denk niet dat het heel goed lukt aan de ene kant. Dit level zou denk ik het langste level nog zijn die we tot nu toe hebben gehad, want dit vind ik echt het meest lastige level dat we hebben. Je hebt hier de Muse van de Sculpture, dus laten we die meteen gaan pakken. Ik ga wel gewoon dit rustig allemaal op mijn gemakje doen. Ik ga gewoon proberen alle eitjes te verzamelen, omdat ja, ik heb geen zin om te gaan backtracken, want dat kost nog het meeste tijd. De vorige keer heb ik dit wel moeten backtracken en ik weet welke eitjes het waren. Dus ik ga daar rekening mee houden dat ik die eitjes in ieder geval wel heb. Dat ik niet dezelfde struggle heb deze keer. Oké, hierboven, ja. Ja, die steen, dat doen we dadelijk wel, die eitjes. Oh nee, Mike, ik heb het verneukt. Oh nee. Je kunt hem hier eigenlijk in een hoekje klemmen, zoals je zag dat ik dat heb gedaan. Je kunt hem precies in een hoekje klemmen, want als je achter hem komt, dan draait hij om en ja, dan heb je hem eigenlijk precies in een hoekje zitten. En dan kun je hem precies corneren en eigenlijk gewoon met bijna 100% zekerheid pakken. Dan is het in één keer heel simpel. Want soms heb je van die mensen die er echt 3 kwartier achteraan aan het rennen zijn. En dat heeft niet echt veel nut. Laten we er hier als eerste doorgaan trouwens. Want hier ligt nog een vliegje plus wat eitjes. En dan kunnen we ook weer hierheen. En dan hier. Hier moet je zorgen dat je alle eitjes hebt, maar ze storten in. Oké, daar was ik nogal best wel slecht mee. Dat ging best wel slecht. Als je geluk hebt hiermee, kun je er overheen springen. Ja, dan gaan we proberen daar. Want daar zit nog een power cell. Ik wou weer precursor op zeggen. Oh nee, daar haal ik niet zo. Haal ik dat nog? Ik hoop het. Nee, daar haal ik niet. Nee! Net te laat, ik kwam door hem eigenlijk, maar ja, jij bent ook meteen dood, want jij wil mij uitdagen. Dan moeten we hier even terug naar boven. Ik hoop dat ik dat in ieder geval hier kan springen. Volgens mij nog net, ja. Inderdaad. Oh nee, ik sprong er bijna op de kant af voordat ik hem had. Oké, dat zat nog wel in de weg. Ach ja, nou is hij tenminste wel weg tenzij ik dood ga. Maar ja, dan kunnen we hier op springen en dan pakken we hier de power cell. Die eigenlijk gewoon kei ver weg van het eiland af zit. Oké. We hebben al 24 power cells. Dat betekent dat we al rond de 25% van het spel zitten eigenlijk. Plus eitjes dan erbij geteld op 25% of zo. En 23, oké. In ieder geval. Eigenlijk is dit spel heel simpel uitspelen. Het duurt niet zo heel lang zoals jullie zien. Ik heb het nou in 3 afleveringen ben ik al op 23%, wat echt minimaal is bijna. Dat zie je niet vaak voorkomen. Maar in ieder geval, er komen nog meer jacks. Maar die zijn nou eigenlijk worden die gemaakt. Want dit is een remastered version. En die ga ik misschien met jullie ook nog helemaal spelen. Ik denk het wel. En ja, dan hoop ik dat ik dat ook gewoon heel leuk voor jullie kan maken. Jack 2 is in ieder geval een wat langer spel. Een heel erg storyline-based ook gewoon anders. Niet dat dat heel erg veel uitmaakt. Ik vind het juist eigenlijk aan de ene kant wel leuker, Jack 2. Maar ik heb mijn redenen. Ik ben ook meer. Het past ook meer bij mijn stijl of zo. Qua spellen. Ik speel normaal eigenlijk niet echt platformers die best redelijk vredig zijn nog. Maar dit was gewoon het spel van mijn jeugd. En ja, ik denk wel dat als Jack 2 nog niet uit is, als ik hiermee klaar ben, dat ik dan ga voor Ratchet & Clank uitspelen. Wat ook een heel leuk spel is. En dan bedoel ik eigenlijk de remastered version. Zeg maar echt de opgemaakte versie die ook van de film is eigenlijk. Want de film van Ratchet & Clank bestaat ook. En ja, daar is eigenlijk ook weer een game op gebaseerd. Dus ze hebben eigenlijk een film gebaseerd op de game en de game weer gebaseerd op de film.
Dus ja, dat was eigenlijk gewoon een slimme zet. Aan de ene kant hadden ze meteen een storyline en al. Dan pakken we de volgende Power Cell. Het enige nadeel eigenlijk aan deze remaster is, vind ik in mijn ogen, aan de ene kant niet per se iets slechts. En dat is dat ze grafisch er niet echt veel mee hebben gedaan. Het is niet dat ze echt hebben gedacht van we moeten het spel mooier gaan maken zodat het wel next gen eruit ziet. Daar hebben ze niet echt bij stilgestaan van oh dat moeten we doen net zoals bij Crash Bandicoot is gedaan. Daar hebben ze niet echt veel aan gedacht of zo van we moeten dat eigenlijk doen. Ik ga hier in ieder geval naar de Red Eco jumpen zodat dit een stuk makkelijker is. Want ik heb geen zin om moeilijk te gaan doen. Hiernaast zit volgens mij... Oh nee, ik meen altijd dat er hier een... Oh, wacht. Ik denk dat ik hem heb overgeslagen. Of ik heb hem... Wacht, nee. Die moet toch hier zitten? Wacht, ik heb denk ik iets overgeslagen of net niet. Nou moet ik eigenlijk gaan controleren, want anders wordt het backtracken, denk ik. In ieder geval, hier ergens hoort... In mijn gedachten zit er ergens een vliegje hier om de hoek. Oh nee. Oké, dan gaan we gewoon door. Gaan we er hierheen. Die dozen, ja, die kan ik nou nog niet openmaken. Ja, ik kan er langs gaan staan zodat hij hem zelf openschiet. Maar waarom zou ik dat doen? Dat kost me eigenlijk meer tijd dan dat het mij normaal zou moeten kosten. Hier is nog een monster, die maken we meteen af. En dan gaan we hier weer omhoog. Oh nee, je gaat mij niet hitten. Oké, dan pakken we hem ook meteen. Dan pakken we hier dit vliegje. En dan hebben we er al 4, wat eigenlijk al nog 3 is. En dan zijn we eigenlijk alweer klaar. Ik ga echt snel eigenlijk. Ik ga best hard. Vind ik wel lekker gaan. Ik vind het helemaal mooi. Op deze manier. Hier gaan we even moeten racen een klein stukje. Een soort van. Ik weet niet of je dat zo kan halen. Maar volgens mij is het eigenlijk ook niet de bedoeling dat je het op deze manier kan halen. Maar toch doe ik het. Ik weet niet hoe je het anders zou moeten halen via die kant of zo. In ieder geval, nou heb ik alle eitjes van dat platform. In ieder geval, ik weet waar ik de vorige keer mijn struggle heb gehad en waar ik de eitjes was vergeten. En dat was volgens mij hier. En aangezien dat ik niet alweer mijn eitjes wil vergeten en moeten gaan backtracken. Om uiteindelijk erachter te komen dat het gewoon een stom platform hier is. Waar eitjes liggen. Daarom pak ik ze nu. In ieder geval, ik heb ze allemaal nu. Die eitjes zijn eigenlijk best tricky, want ze liggen hier heel sneaky ergens achter. Dus als je niet snel zou vallen, zou je ze eigenlijk ook nooit vinden. Dan pak ik dit Blue Eco, zodat ik wat sneller kan rennen. En dan zijn we uiteindelijk hier. Hier kunnen we dadelijk lekker even gaan varen als we willen. Want je kunt hier echt het water in. Er zitten ook een paar missies in, hier in het water gaan. Je kunt hier niet in zwemmen, dus ik zou niet erin springen als ik jullie was. Hier beneden gaan we dadelijk wel. We gaan eerst deze kant op. Dan vermoorden we hem weer even. En dan pakken we hier de eitjes. En dan pakken we hier de Power Cell. Oké. Dat betekent al de 26e Power Cell nu. Ik raad wel aan hiermee is eigenlijk gewoon wachten totdat er een stuiterende is. Wow, joh, die vloog volgens mij bekant tegen mij aan. Maar ja, als er een stuiterende is, gewoon op vierkantje duwen zodat je er net onder dasht. Zodat je niet stil hoeft te staan eigenlijk. Anders moet je helemaal gaan stilstaan en gaan wachten. En in sommige gevallen eigenlijk nog gewoon terug uit gaan rennen. Ik heb in ieder geval volledige levens, wat eigenlijk nog wel handig is. Oh shit, oké, dat is niet echt handig. Ja, eigenlijk was het wel gewoon een gratis leven wat ik nou heb gekregen en meteen weer heb opgemaakt. Maar ja, het is wel jammer dat ik dat leven weer moest opmaken. Helaas. Hij wou er net vanaf springen, maar ik had hem al voor dat hij eraf was gesprongen. Pakken we deze Power Cell ook meteen. En dan zijn we eigenlijk al best ver in dit level. We hebben eigenlijk nog maar één stuk en dat is het vaarstuk. Ook wel. I'm impressed. You two didn't screw up. Now that the lurkers can't open that silo, they can't flood the world with dark eco and cause untold destruction. Wipe that ridiculous grin off your face, Daxter. The two of you have plenty to do. Oké. Ik wou eigenlijk mijn Power Cells laten zien, maar hij onderbrak mij, waardoor ik eigenlijk ook niet op pauze kon klikken. Zie je, ik hoef alleen nog maar de Muse terug te brengen, dus dat moet ik onthouden. En dan de 7 Scoutflies te bevrijden. En dan de rest van de levels zijn eentje pakken en eentje moet je doen tijdens het
varen. Dus ik weet precies welke power cells het zijn. Wat wel handig is, dan wil ik eigenlijk nog even kijken of de eitjes goed gaan. Oké, de eitjes en de vliegjes gaan ook meteen goed. Dus dat is wel handig. Want als de eitjes goed gaan, dan ben ik blij. Want de power cells is niet echt een probleem. En de vliegen eigenlijk ook niet. Alleen de eitjes is echt een probleem met verzamelen. Want als je bijvoorbeeld eitjes, vliegjes kun je nog altijd opzoeken of zo, weet je wel. Maar een eitje kun je niet opzoeken. Want je kunt niet even 120 eitjes gaan doorzoeken. Dan kun je net zo goed het hele level opnieuw omlopen. Wat 9 van de 10 keer het geval is wat je moet doen als je een eitje vergeet. Tenzij je hem niet op 100% wil gaan uitspelen. Maar ja, waarom zou ik hem niet op 100% gaan uitspelen in zo'n situatie? Oké. Daar in ieder geval is weer een nieuw monstertje die we kunnen vermoorden. En dan kunnen we hier lekker gaan varen. In ieder geval, ik ga wel even aanraden om... Hier kun je alles, van alles ook verzamelen om deze monstertjes gewoon te doden tijdens het verzamelen. Omdat die monstertjes anders best wel time killing kunnen zijn. Dat duurt best wel even soms. Oh nee, ik had er precies eentje gemist. Niet dat die echt heel veel uitmaakt. Kan ik wel in ieder geval een nieuw monster even neerhalen. En dan pakken we hier dit eitje die echt precies op de rand ligt. Oh my god, nee, zo kun je niet zijn. Ojo. Die zit nog best akelig eigenlijk. Dan pakken we hem ook gewoon meteen. Want ja, nou pakken we ze onderhand bijna allemaal. Volgens mij zijn het er 5 in totaal. We hebben er nou volgens mij 3 al gepakt. Oh my. Wat is dit? Ik spring er overheen of er langs af. Of er... Ik zie in ieder geval de diepte niet erin. Ja, ik heb hem al. Ik snapte al waar. Ik vloog er eerst achterdoor en daarna sprong ik. Volgens mij kunnen de rest spant alleen maar aan de andere kant. Nee, laat maar. Die gaan volgens mij allemaal eigenlijk de hele map over. Maar ik begon te twijfelen even. Nou ben ik zeker weer helemaal afgeremd. Dus kan ik eigenlijk niet meer springen. Ja, inderdaad. Dat is wel echt vervelend aan die power cell dat hij daar zit. Dat hij jou eigenlijk afremt en dan kun je eigenlijk niet meer springen. Je moet hem pakken voordat hij nou omhoog gaat. Wat eigenlijk nog net op tijd was. En nou is er volgens mij nog maar eentje. Dus nou hoef ik dadelijk niet helemaal te gaan zoeken naar hem. Wat eigenlijk wel handig is. Ik had eigenlijk bijna mezelf flink afgeremd. In ieder geval daar is de andere power cell. En de andere krijg je voor al die beestjes van zo'n ding aframmen. Dus ja, als je dan gewoon alles hebt gedaan, dan heb je alle eitjes hier. Hier moet je springen. Als je niet springt, dan heb je hem niet. Oké. En het laatste vliegje. Oh nee, ik dacht dat altijd dat er hier ook nog een vliegje zat, maar die zit hier blijkbaar nooit. Ik meen dat die altijd hier zat. In ieder geval, volgens mij zijn het er 2, want ik zag er net nog eentje rijden daar. Maakt niet echt heel veel uit. Dan kan ik hier nog de eitjes pakken. Hier zitten ook nog eitjes. Misty Island hebben we alle eitjes waar ik best toch opgelucht ben. Waar is de laatste luchtballon? Oh, die is daar. Dat bedoel ik dus met de luchtballonnen zoeken is best wel een ja, ik weet niet, het kan nogal vervelend zijn af en toe. Nu hebben we in ieder geval volgens mij de laatste power cell volgens mij. Wat ook wel nice is. Oh wauw, ik putst er vol tegenaan. Good! You stopped all the mind-dropping lurkers. They've been threatening the waters around our village for weeks. Bring your zoomer back to the transpad and I'll teleport it back. Oké. Dus eigenlijk hebben we alles gedaan in dit level, want we hebben ook alles, zie je. We hebben alle power cells, we hoeven alleen deze nog te returnen. Dat zal ik nou wel even doen trouwens nog, want dat hoort eigenlijk nog bij dit level. Dus dat doe ik nou gewoon meteen. Even denken verder. We hebben verder alles, we moeten alleen even de boot zoeken. Waar is de boot nou? Oh, die is daar gewoon. Helemaal moeilijk doen, helemaal kijken. Terwijl die gewoon daar zit. Dan gaan we even naar de boot, gaan we naar de Muse. En dan is het eigenlijk al goed geweest voor deze aflevering, omdat we dan een level alweer hebben gedaan. Ik weet het, normaal eigenlijk is het nog gewoon een normale tijd dat je doet over een level of zo. Maar ik weet niet, ik heb gewoon totaal geen moeite met deze levels. Dus ik heb ze eigenlijk zo gedaan over het algemeen. Ja, ik denk dat het nog wel wat langer zou worden dat ik ga doen over sommige levels. Maar dat zien we nog wel. Ik denk dat deze in ieder geval langer is geworden dan de andere in Sandover Village. Ik bedoel, hoe heette die nou?
Niet Sandover Village, want dat is dit. Ik weet niet meer hoe het heet, maakt niet uit. Ik kan niet meer lopen. Hurry up with those power cells. I'm waiting at the head of Fire Canyon, at the top of the cliff behind the farmer's house. Oké, interessant. Maakt niet uit. We gaan in ieder geval naar de sculpture die daar zit. En dan ga ik eigenlijk alvast de aflevering afsluiten, want dan krijg je nou een cutscene. En dan zeg ik alvast voor deze aflevering, zie jullie de volgende keer in ieder geval. Tot dan. Peace. Oh, the muse! You saved her! Oh, you really are the best. Here, take this power cell. I won't need it now that I have my inspiration back.